Goedemorgen, middag of avond, afhankelijk van wanneer je kijkt. Vandaag gaan we kijken naar het absolutisme en dan eigenlijk specifiek hoe dat vorm kreeg onder deze kerel Lodewijk de 14e. De man die eigenlijk, zoals je kan zien op deze titel ook wel, de man die eigenlijk ook die titel heeft gekregen als het boekbeeld van dat absolutisme. Die behoorlijk lang in de macht heeft geweest en onder hem ook die titel heeft gekregen van de absolute vorst. Nou is het natuurlijk zo. Dat er in Europa wel meer vorsten zijn geweest die de absolutisme hebben geprobeerd te bewerkstelligen in meer of minder succesvolle mate. Maar we richten ons vandaag specifiek op Lodewijk XIV, omdat hij eigenlijk het boegbeeld is geworden van deze manier van besturen en hij daarom ook eigenlijk het beste voorbeeld is. Dat wil niet zeggen dat hij dus alleen is. We willen wel zeggen dat hij misschien wel het meest succesvolle is geweest en daarom het beste voorbeeld hiervan. Nou, het heeft natuurlijk te maken met het kenmerk gespec, want dat spreekt redelijk voor zich. Het streven van vorsten naar absolute macht. En daarom is het dus niet exclusief voor Lodewijk XIV. Ook vorsten die het willen, maar niet voor elkaar krijgen, vallen onder deze noemer. Zij die het willen. Denk bijvoorbeeld aan de Republiek de Zeven Verenigde Nederlander, waarin de prinsen van Oranje, die stadhouder zijn, dus helemaal geen vorsten, die ook steeds meer gaan proberen om die macht te verstevigen. En dat in minder of meer succesvolle mate voor elkaar krijgen. En in ieder geval voor vandaag is het belangrijk dat het eindverlesje je moet kunnen uitleggen hoe de absolutisme nou zich ontwikkeld heeft onder Lodewijk XIV en wat dat dan dus betekent. Lodewijk XIV is natuurlijk bekend als de zonnekoning. Dat zien we ook goed terug de, de kledingstijl van deze tijd, zo kenmerkend voor hem de majo's en de pruiken. We zijn nog niet technisch in de tijd van pruikenrevolutie, dat komt pas hierna, maar hij zet al wel een deel van die mode neer die later belangrijk gaat worden. Nou, wie is nou Lodewijk XIV? Lodewijk de is ontzettend lang koning geweest, van 1638 tot 1715, een ongelooflijk lange tijd. Hij leeft zelfs langer dan zijn zoon, die als gevolg daarvan ook nooit de troon heeft kunnen overnemen en eigenlijk direct overgaat op zijn kleinzoon. Hij wordt ook al heel erg vroeg koning van Frankrijk. Op vijfjarige leeftijd overlijdt zijn vader en wordt hij de Franse koning. En natuurlijk, als je vijf jaar oud bent en je wordt een, 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 je komt in een machtsfiets terecht. Je krijgt zo'n belangrijke titel en zo'n belangrijke taak. En je bent vijf. Je bent waarschijnlijk nog te druk bezig met überhaupt gewoon de basisdingen. Dan is het niet echt geschikt om jou het bestuur van een land te geven. En ook dat wisten ze natuurlijk wel in de 17e eeuw. Dus iemand anders moet het land gaan besturen. Nou, Hij heeft de jongere boer, die broer. Jongere broer die naast hem staat, hier uh, in, in een Jurk. Dat was in die tijd gebruikelijker voor jongere kinderen om de eerste jaren van hun leven in het verleden uit te lopen. Uh, die was dus ook niet. Geschikt. Naar wie gaat het dan? Um, zijn moeder neemt het bestuur over samen met kardinaal Mazarin. En we zien natuurlijk al dat de kardinaal, een hoge bischop, iemand die tot de kring hoort van mensen uit wie de paus verkozen wordt. En dit is een belangrijk religieus man en hij gaat Frankrijk besturen totdat Lodewijk 23 jaar oud wordt. En in de tussentijd moet Lodewijk klaargestoomd worden om inderdaad die positie te krijgen, om die titel te kunnen doen. Hij moet geschoold worden, hij moet getraind worden, hij moet leren wat het is om een vorst te zijn. En ondertussen is het eigenlijk zo dat de kardinaal Maseret dus die als koers bepaalt in samenspraak met de moeder van Lodewijk. De 14e. Het is trouwens ook een heel, uh, heel discussie in Frankrijk. De roddelpers gaat er helemaal op los. De relatie tussen Mazarin, een geestelijke, die dus geen relatie mag hebben met vrouwen, en de moeder van Lodewijk. En er worden zelfs verschillende spotprinten gepubliceerd in de vorm van zogeheten Mazarinets, waarin uh, die relatie uit de doeken wordt gedaan. Nou, Lodewijk die groeit dus op tot zijn 23e en in die jaren daartoe. Is Lodewijk um, in moderne termen vooral eigenlijk een ongelooflijk fuckboy. Hij is vooral bezig met dikke feesten geven, achter de vrouwen aangaan, um, ontzettend naast zijn zin hebben. Dat kan hij natuurlijk ook. Hij zwemt in het geld als koning van Frankrijk. of, of hij, hij is natuurlijk formeel wel koning van Frankrijk, maar zeker als het aankomt. hij heeft geld genoeg om de gekste dingen te doen. En hij wordt op een gegeven moment 23, dan komt de grote ceremonie waarop hij officieel de macht moet overnemen. Nou, dat, dat is natuurlijk allemaal formaliteit. Lodewijk is dan klaar met zijn scholing. Hij is nu oud genoeg. Jij mag nu het land gaan besturen. En de verwachting hiervan was eigenlijk dat al op het moment dat Lodewijk hier uh, naartoe zou zijn gegroeid, dat hij zou zeggen, nou ja, dankjewel, ik ben nu de bestuurder. Top, fijn, uh, hartstikke leuk. Als je het niet erg vindt, ga ik nou weer terug met feesten. Maar Lodewijk verrast eigenlijk iedereen door, als hij op zijn 23e levensjaar die ceremonie aangaat, die officiële coronatie, dat hij dan daarna zegt van, oké, okay, ik ben nu koning en nu ga ik ook, alles zelf doen. En dat had niemand verwacht, want tot die tijd was er eigenlijk helemaal niet echt een, een aanname dat Lodewijk zich enigszins interesseerde voor het staatsbestuur uh, of iets dergelijks. Die was veel te druk bezig met andere dingen. En dat had eigenlijk niemand van. maar hij doet dat wel. En als hij dat doet, dan wordt hij zelfs zo fanatiek daarin, dat hij alles gaat proberen in handen te krijgen, alles gaat proberen zelf te besturen. En dat is dus ook waar het absolutisme om gaat. Een vorst die gaat proberen om de absolute macht, en dus alle macht, te verkrijgen. Nou, in zijn jeugd gebeurde er wel een paar dingen met Lodewijk, waardoor ook die koers wel redelijk te verklaren is misschien. Want als de Fronde in Frankrijk uh, van toepassing is, en Lodewijk dus tien jaar is, dan uh, ziet hij een aantal opmerkelijke dingen. Nou, wat is de Fronde nou? Het zijn burgers die zich keren tegen het centraliserende beleid van kardinaal Mazarin, gesteund door de adel. Frankrijk is, net als dat bijvoorbeeld Nederland, dat was in de 16e eeuw, Frankrijk in de 17e eeuw steeds, een versnippering van verschillende provincies. Er is geen groot verschil tussen het noorden en het zuiden. En er is niet bepaald echt sprake van een Franse staat met een duidelijk eenheidsbestuur. En Mazarin, die wil graag één centraal bestuur creëren. En dat is niet raar. Heel veel vorsten uit deze tijd willen dat. Maar er is ook veel kritiek op. En mensen komen in opstand. Burgers op zich, ja, niet fijn als ze in opstand komen, maar dat is geen gevaarlijke groep. Ze hebben geen wapens, ze hebben relatief weinig middelen. De Franse bevolking, zeker de boeren en de stedelingen, die zijn wat rijker, maar de boeren zeker, die zijn met name ontzettend arm. Daar is relatief weinig van te vrezen. Waar komt de echte vrees vandaan als de adel hen gaat steunen? Want je moet je voorstellen, op dit moment hebben landen niet noodzakelijk een staatsleger. Frankrijk heeft geen staatsleger. Als je een leger hebt en je wil ergens oorlog voeren, dan ben je afhankelijk van de lokale adel om hun legers te sturen naar jou. En dan kun je samen de strijd aangaan. Nu hebben we natuurlijk een Nederlands leger. Een leger dat onder bevel staat van de Nederlandse staat. In die tijd heeft in principe elke adelijke heer zijn eigen privéleger. En dan heb je nog te maken met huurlegers en dergelijke. Dus het feit dat die adel zich daarin gaat bemoeien, maakt dat die adel een behoorlijk gevaarlijke factor is. En Lodewijk, als tienjarig jongetje, die zit dus gevangen in eh uh, pleis uh, in Parijs, wat nu het Louvre is geworden. En ziet eigenlijk hoe dat zich afspeelt op de straat van Parijs en vreest dus ook voor zijn leven, terwijl die gevaarlijke troepen steeds dichterbij komen. Nou, het is allemaal goed gekomen voor Lodewijk, misschien minder voor de boeren en de adel, maar wat Lodewijk wel geleerd heeft van deze les is deze mensen zijn niet te vertrouwen, nog de bevolking nog de burgers, nog de boeren en zeker de adel zij zijn niet te vertrouwen en dat is voor Lodewijk natuurlijk wel een belangrijke reden om te zeggen ik ga alles zelf doen, ik ga die andere mensen, die adel die nog heel erg veel macht heeft, want op dit moment is de koning helemaal niet zo machtig als Lodewijk dus tien is en uh, Mazarin dus in principe de titel van koning overneemt, maar Mazarin is ook niet de macht om tegen hen te zeggen, ik wil niet dat je dit doet uh, dat kan hij wel zeggen, maar zij zijn dus vrij om te negeren, onder andere dat die adel gewoon de middelen heeft en de legers heeft om dat te negeren Lodewijk weet nu, deze mensen zijn potentieel een groot gevaar en ik zal hier misschien iets moeten tegen doen en dat is misschien ook de reden waarom hij op zijn 23e zegt van oké, okay, ik ga alle teugels in handen nemen en nu ga ik mijn eigen koers varen en als hij dus koning wordt dan gaat Lodewijk een aantal dingen doen om Frankrijk te veranderen en Frankrijk echt zijn staat te maken zijn koninkrijk waarin hij de machtigste is een aantal daarvan zijn het veranderen van de economie hij gaat de macht van de adelende en staten generaal verkleinen, hij gaat het bestuur Professionaliseer door middel van ambtenaren het leger hervormen en hij gaat het edict van Nantes op. Nou, sommige ga ik dadelijk behandelen, maar even te beginnen met die verkleining van de macht en de adel en de Staten-Generaal. Die adel die moet dus minder machtig worden, hebben we net gezegd. En hij gaat dat doen door ambtenaren in te zetten. Hij gaat mensen in dienst brengen: mensen die hij zelf heeft laten opleiden. En die gaat hij op die plekken van die adel neerzetten, terwijl die adel gaat proberen te verplaatsen buiten hun centra van de macht. Daarover later meer. Wat is natuurlijk het ultieme voordeel van een ambtenaar ten opzichte van een adellijke heer? Een ambtenaar is iemand die in dienst is en een ambtenaar is iemand die je kan ontslaan. Als een ambtenaar zijn werk niet goed doet, kun jij zeggen: Luister, je bent in mijn dienst, jij doet je werk niet oké, okay, jij mag vertrekken. Bij de adel is het een stuk lastiger, want de adel is natuurlijk op basis van. Uh, ...erfenis en op basis van familie. En je zou natuurlijk zover kunnen gaan als Lodewijk XIV... ...om te zeggen, ik haal jou uit die adelstand... ...ik trek jouw adellijke titel weg. Maar welk probleem ga je dan natuurlijk aan... ...als je zelf een vorst bent? Dan is het natuurlijk de vraag, als jij van een hertog... ...of van een baron zijn titel kan afnemen... ...wat weerhoudt anderen er dan van... ...om jou je titel als koning... ...wat ook een adellijke titel is ook niet af te nemen. Dus het is voor Lodewijk wel heel erg belangrijk dat er wel een adellijke factie blijft bestaan. Ondanks dat hij die volledig machteloos wil maken. Maar het idee dat die adellijke titel beschermd is, dat het blauwe bloed echt iets betekent, is voor hem net zo belangrijk als voor die adel. Dus daarom moet hij ze eerder verplaatsen dan simpelweg uitschakelen op een, op een wat bottere manier. Nou, het leger hervormen spreekt natuurlijk ook in diezelfde. Uh, categorie. Het idee dat je meer naar een staatsleger gaat en dat je die legers weg wil hebben van die adel, past daar heel erg goed in. Nou, even over die economie. Hoe moet je die economie nou zien? Lodewijk gaat proberen de economie te verstevigen. En Jean-Baptiste Colbert is degene die dat moet doen. Wat je van eigenlijk vooral moet weten is niet zozeer hoe Lodewijk die economie hervormt. Het antwoord is slecht. Het is uh, een drama in Frankrijk. Mensen zijn eigenlijk gedurende Lodewijkse hele uh, bestuur constant in staat van hongersnood. Uh, zeker op het platteland gaat het dramatisch. Mensen zijn genoodzaakt om, om hun katten op te eten omdat er gewoon werkelijk niks anders is. Dus zeker uh, hoewel Lodewijk ongelooflijk zwemt in rijkdom en, en zelf een super dik kan bouwen, is het voor de Franse bevolking absoluut geen hele fraaie tijd. Um, daar gaat het eigenlijk om. Belangrijk voor mercantilisme is dat je weet wat mercantilisme is. Mercantilisme is het idee dat er een beperkte hoeveelheid welvaart is in de wereld en dat er simpelweg niet meer is dan wat er op dat moment aanwezig is. Dus je moet je voorstellen: de wereld heeft een totaal van, laten we zeggen, 100 euro als um, geldbedrag. En wat er ook gebeurt, dat zal nooit meer worden dan 100 euro. Het zou misschien wel minder kunnen worden, maar het zal nooit meer kunnen worden. En de manier om dus het sterkst te worden en dus het meest machtig te worden is door als staat te proberen zoveel mogelijk van die welvaart te krijgen. Want er is nou eenmaal maar zoveel. Als de hele wereld maar 100 euro heeft en jij hebt 50 euro, dan heb jij de helft van alle bezit in handen en dus ben jij heel erg machtig. En dat is dus wat Frankrijk gaat proberen onder Colbert, Zoveel mogelijk dingen naar zich toe te trekken, binnen het land te houden en daarmee ook de import, het kopen van buitenlandse producten, zoveel mogelijk uit de weg te gaan. En proberen zoveel mogelijk zelf te produceren, als dus je zelf de economie in handen bij het macht is. Mercantilisme, daar gelooft volgens mij nu niemand meer in. Want nu hebben we het kapitalisme. En het kapitalisme gaat uit van een heel ander idee. Het kapitalisme gaat uit dat de economie altijd kan blijven groeien. We kunnen altijd nieuwe dingen ontwikkelen. We kunnen meer welvaart creëren door nieuwe ideeën, door nieuwe producten, door nieuwe dingen aan te bieden. En dus kan er constant meer worden geproduceerd. En het idee dat je dus al je middelen vasthoudt en probeert bij elkaar te harken, is helemaal niet meer van toepassing. Maar dat is wel waar het mercantilisme om draait. En dat moet je wel koppelen aan deze tijdsgeest. Het idee dat het hebben van veel spullen, dat is vooral waar het om gaat. En daarmee dus ook het proberen te, dus ook zelf je producten te maken als Frankrijk. Want hoe meer je kan produceren in je eigen land, hoe minder je hoeft te kopen. Want als je dingen moet kopen bij iemand anders, dan ga je natuurlijk een deel van je welvaart afgeven voor die producten. Nou wordt het ook. Dat is een drama onder Lodewijk XIV. Maar het past wel in deze tijdsgeest over hoe zij op dit moment denken over de economie. Hoe denkt Lodewijk dan over de politiek en religie? Want die twee gaat hij wel verbinden met elkaar. Lodewijk gaat uit van het zogeheten Droit divin, het goddelijk recht. Lodewijk die gelooft dat de koningen hun macht hebben verkregen op basis van God en daardoor verheven waren boven het gewone volk. En dat vertaalt zich in het idee dat hij aan niemand verantwoording schuldig is. Behalve aan God, dus ook niet aan de adel, niet aan de burgers. En dat past heel erg goed in het absolute plaatje. Als je een absoluut vorst bent, iemand die alle macht in handen heeft, dan hoef je ook nooit aan iemand uit te leggen waarom jij die geschikte persoon bent. Jij hebt gewoon die macht. En als iemand vraagt waarom doe je dit of waarom heb jij deze macht, dan wijs je naar God, zeg je door hem. Dus God is de basis voor jouw bestaan, op de troon. En natuurlijk is het al een langere traditie. We zien al in de hele vroege middeleeuwen wanneer die, uh, wanneer die Frankse vorsten zich koppelen aan de pauze, dat er al die, die synthese bestaat tussen de, tussen de kerk en het koningschap, maar hier wordt het eigenlijk nog een tandje opgevoerd, waarin Lodewijk zegt van ik ga direct met God in gesprek over wat ik moet doen, en verder hoef ik met niemand te praten, want ik ben door God verkozen als de meest geschikte persoon. Dus daarmee sluit je ook alle vorm van adellijke in, inmenging af, burgers werden überhaupt niet naar geluisterd, en dus kun je dat uh, op die manier doen. Ja, dus dus je, je bent een soort van dictator, je hebt alle macht en alleen God kan je controleren, en aangezien niemand kan controleren wat God zegt, heb je altijd gelijk. Dat is de grote truc natuurlijk. Die uh, hofpredikant Bossu, volgens mij spreek je het uit. Die heeft het eigenlijk wel iets anders uitgelegd, trouwens, dan hoe Lodewijk het interpreteert. Bossu die zegt eigenlijk het volgende: de koningen handelen als dienaren van God en zijn zijn plaatsvervanger op aarde. De koningen moeten hun macht in eerbied uitoefenen en deze uitsluitend uitoefenen in het belang van de gemeenschap. Want daar deze macht van de hemel komt, mogen zij niet geloven dat ze erover kunnen beschikken als heren en dat ze naar willekeur mogen regeren. Daarom past het dat de koning het gezag dat God hen verleend heeft met schroom uitoefenen en dat zij bedenken welke vreselijke godslastering zij bij zich begaan wanneer zij een gezag dat van Hem God komt, misbruiken. Dus. Hij brengt het genuanceerder. Bossu zegt: Jij bent door God of namens God op deze positie gekomen. En jij moet inderdaad uh, jouw werk kunnen doen op deze manier. En jij moet dus ook namens God je werk doen. Maar, zegt Bossu: Het is wel heel erg belangrijk dat je daarmee zorgt voor de gemeenschap. En dat je dus jouw macht inzet en jouw welvaart inzet om die gemeenschap te helpen. Dat je bezig bent met het besturen van het volk. En dat is vooral het deel waar Lodewijk, zeg maar, het minst naar heeft geluisterd. Hij heeft wel degelijk geluisterd naar het idee van: oké, okay, goed, ik hoef hem niet te verantwoorden, check. En het idee dat hij dan, zeg maar, niet met willekeur mag regeren, vond hij toch beduidend minder interessant. En waar blijkt dat natuurlijk uit? Dat blijkt uit de grote discrepantie tussen, enerzijds de ongelooflijke armoede die zich afspeelt in Frankrijk, en tegelijkertijd de super dikke paleizen, feesten, um, super dure oorlogen, die geen enkel nut dienen... anders dan dat van Lodewijk. Alles en dingen doet hij, vooral voor zijn eigen glorie. En hij doet ongelooflijk weinig... voor het volk. Dat dat echt niet erop vooruit gaat, gedurende deze periode. Dus Bolsu, die zei van... nou, dat is weer heel erg belangrijk. Lodewijk heeft dat stuk eigenlijk grotendeels genegeerd... Uh, en veel meer geïnterpreteerd als van... Nou, ik mag gewoon lekker doen wat ik wil. Want alleen aan God hoeft ik te luisteren. Dus de, de, de officiële uitleg wordt genuanceerder. Lodewijk heeft gekozen voor degene die het zelf het beste vond passen. En dat past ook natuurlijk wel heel erg het idee van koningen natuurlijk. Daar komt natuurlijk wel iets, iets bij. Want als jij natuurlijk zegt van mijn macht komt van God. Um, dan is het wel lastig als mensen in andere goden geloven. Bossu is een katholieke priester. En dat wil natuurlijk zeggen dat... Ja, als je, als je zegt van nou, de, de katholieke god die, die heeft mij verkozen en, en dat is zo. Nou, daar kunnen katholieken in zekere mate misschien nog wel mee akkoord gaan. Zeker als het geleid wordt door een belangrijke priester. Waar gaat het natuurlijk mis bij de protestanten? We weten uit het vorige tijdelijk dat de protestanten zijn opgekomen in de 16e eeuw onder Maarten Luther. En een van hun grootste kritiekpunten was natuurlijk dat... Ja, heel veel van die kerkelijke dingen die werden gezegd, en begonnen te aflaten. Het idee dat je je zonde kon wegkopen, die zijn nergens terug te vinden in de Bijbel. Er is een heleboel bijgehaald. En dat heeft helemaal niks te maken met de ware leer van God. En die ware leer van God vinden we in dat geschreven stuk tekst de Bijbel. En laat dit idee van de Drany van, van het goddelijke recht nou precies zoiets zijn wat helemaal past binnen dat katholieke ideeën van dingen toevoegen, en waar protestanten nou juist ontzettende hekel aan hebben. Protestanten, wanneer je ze dit zo voorlegt, dan zeggen ze, oké, okay, interessant, we pakken de Bijbel erbij, kunnen we dit vinden? Nee, oké, okay, dus, daar kunnen we niks mee, want wij gaan uit van de Bijbel. Want hij zegt dat protestanten per definitie zijn tegen het hebben van de koning of zo, maar wel tegen het idee dat de koning zich kan beroepen op God, want dat kun je nergens terugvinden in dat heilige boek. En dat maakt de protestanten voor Lodewijk een probleem. En wat hij gaat doen, is het edict van Nantes terugroepen. Het edict van Nantes was aan het eind van de 16e eeuw geïmplementeerd om de Huguenoten, Franse Calvinisten, Franse protestanten dus, gewetsvrijheid en burgerrechten te geven. Gedaan onder Lodewijkse vader. He, dat is een reactie natuurlijk op ook die grote problemen die Frankrijk had met de Calvinisten tegen de katholieken, net zoals dat de Nederlanden dat hadden en de Duitsers dat hadden. En dat zie je overal in Europa terug. En hier is een einde aan dat conflict gemaakt. Huguenoten mogen bestaan, ze hebben burgerrechten, ze hebben gewetsvrijheid. Top! en een soort van, 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 van emancipatie van deze groep. Nu echter komt Lodewijk en ja, die komt dus met het idee van shit. Mijn idee van het van het, van het mijn idee van het goddelijk recht werkt alleen als iedereen in dezelfde god gelooft. Hier hebben we de protestanten. Er werkt niet samen. Dus wat Lodewijk gaat doen met het edict van Fontainebleau in 1685, hij rolt dat edict weer terug. Vanaf nu is het zijn van een protestant weer illegaal. Iets wat je niet mag doen. En daarmee maakt hij eigenlijk dus een stapje terug. Dat wil voor de Hugenoten zeggen, voor de Franse protestanten, dat het leven in Frankrijk ineens voor een stuk gevaarlijker is geworden. En dat ze weer illegaal zijn, dat ze weer vervolgd kunnen worden. Nou, het hele circus begint weer nu, wat eigenlijk 100 jaar geleden was geëindigd. Trouwens, ik zei Lodwijkse vader het was door Lodwijkse grootvader uh, geïmplementeerd. Maar die um, hugenoten die vluchten massaal. Dus naar nou, de Republiek, want het leven is niet meer veilig. En de Republiek, dus de de Verenigde Nederlanden, is nu geloosd vrijheid. Voor Lodewijk eigenlijk een hele slechte move. Want veel van de mensen die weggaan, die nemen middelen mee, die nemen de welvaart mee. Waarvan Lodewijk geloofde dat er maar een beperkte hoeveelheid was. Nou, dat verdwijnt. Wetenschappelijke kennis. En heel veel van de Nederlandse achternamen die je nu nog vindt in uh, onze medemensen hier. Die zijn vaak terug te voeren als je gaat kijken door de geschiedenis heen naar rond deze tijd. Veel van de Nederlandse achter... nee, veel van Nederlandse met Franse achternamen. die zijn rond deze tijd een beetje Richting de Nederlanden getrokken. Maar goed, hij doet dat dus toch, want hij is absoluut heerser. En dan hebben we nog het probleem van die adel. Die adel die moeten we ook nog op een of andere manier uitschakelen. En Lodewijk, die gaat dat doen aan de hand van het paleis van Versailles. Lodewijk heeft niet zoveel met, met Parijs, dat is niet zijn stad. Hij heeft daar natuurlijk ook gezeten tijdens die fronden. Daar heeft hij gevreesd voor zijn leven. Hij, hij vindt Parijs ook te druk. Daar zit het volk wat hij niet vertrouwt. En hij besluit: ik moet ergens anders naartoe. Nou, het paleis waar die in wonen, dat is nu Louvre, het groot kunstpaleis, waar nu die, uh, die glazen piramide voor staat. Die glazen piramide is natuurlijk veel later gebouwd. Maar Lodewijk, die besluit te gaan verhuizen naar even buiten Parijs, naar Versailles. Als je nu kijkt naar de stad Parijs, doordat Parijs veel meer gegro gegroeid is en er steeds meer gebouwen zijn, alles aan elkaar ge geklikt. Wanneer je van Parijs naar Versailles reist, zul je eigenlijk amper in de gaten hebben dat je ergens uh, vandaan gaat. Maar in die tijd was het natuurlijk een stuk verder gescheiden. Um, het was een jachtslot van zijn vader, gewoon een soort van buitenhuis. En Lodewijk gaat het uitbouwen naar zijn persoonlijke paleis. En dat paleis moet het symbool worden van het absolutisme. En het centrum van de macht en het centrum van Frankrijk. En daar gaat Lodewijk zich ontzettend mee bezig zijn. En Lodewijk gaat rond dat paleis een uitgebreid hofleven opbouwen. En het zou niet alleen bijdragen in de eer en de glorie van de zonnekoning, zoals hij zichzelf ook wel noemde, zoals we hier ook op deze afbeelding zien. Maar het zou ook bijdragen aan de beperking van de macht en van de adel. Want wat doet Lodewijk nog heel erg slim? Lodewijk gaat het idee creëren dat als jij er een beetje bij wil horen, als je invloed wil hebben in dat nieuwe Frankrijk onder hem, dat jij vooral dicht bij hem moet zijn. Dat je dicht moet zijn bij dat hofleven. Dat je aanwezig moet zijn in de buurt van Lodewijk XIV. En als je niet bij hem in de buurt bent, dan ben je een beetje nobody. Eigenlijk een soort van. van cool kids club, die die gaat creëren. En wat betekent dat nou in de praktijk? Het betekent dat die adel dus weg moet gaan van de gebieden waar ze zitten, uit Bretagne, uit Normandie, noem maar op, om naar Versailles te gaan, om aanwezig te zijn bij dat hofleven. Sommige van de adel die bouwt er in de buurt zijn eigen huizen, sommige die, die overnachten daar voor lange periodes. En er wordt wel eens gezegd dat alle adel daar ging wonen door sommige mensen. Dus, veel te overdreven. De, de werkelijkheid ligt wat, wat minder strak daarin. Maar het is wel zo dat die adel moet daar aanwezig zijn. Die moet daar zoveel mogelijk aanwezig zijn. Als je daar niet aanwezig bent, dan hoor je er simpelweg niet bij. Nou, waarom is dit nou voor Lodewijk interessant? Voor Lodewijk is het interessant omdat op het moment dat die adel dus weg is, er is niemand is om dat gebied van die adel te besturen. Wie gaat dan dat gebied in dienst nemen? En dit is waar die ambtenaren van Lodewijk te dus aan bod komen. Dit is waar Lodewijk zijn eigen mannetjes kan plaatsen. Die opgeleid zijn onder hem. Die, die kan ontslaan als ze werk niet doen. Om dit gebied te besturen. Terwijl de adel dicht bij hem is. Uh, allerlei belachelijke taken kan doen. Zoals hè, je, je hebt een ontzettend bevoorrechte positie. Als je s ochtends vroeg hè, de koning mag wakker maken. En zijn schoenveter mag strikken. Dat soort nonsens. En vooral dik mag feesten in Versailles. Ongetwijfeld een leuke tijd voor die adel. Maar je bent wel gescheiden van je gebied. En daar zet Lodewijk zijn eigen mannetjes neer. En daarmee trekt... Die macht steeds verder naar zich toe. Terwijl hij zelf natuurlijk constant bezig is met het maken van zijn eigen wetten, eigen regels, eigen dingetjes. Hier zien we dat Versailles, zoals het in deze tijd is afgebeeld. We zien dus, het is een luchtschilderij, natuurlijk niet echt gemaakt aan de hand van meer een impressie dan iets anders. En we zien Versailles, het paleis hier, staat eigenlijk nog steeds zoals het toen was, met die entree en die enorme tuinen die Lodewijk liet bouwen. Als we kijken naar de luchtfoto van vandaag, dan zien we dat het. Eigenlijk weinig is veranderd in die zin. Natuurlijk, de, de, de verhoudingen zijn anders. Meteen Dus foto een andere schilderij. Maar het staat er nog redelijk intact. En we zien natuurlijk, zoals ik al zei, het is veel meer aan elkaar gegroeid. door allerlei verstedelijking. dan dat in die tijd was, waar het natuurlijk veel meer groen en veel meer bomen waren. Zoals trouwens overal in Europa het geval. Hier vanuit de andere positie. En je ziet hè, het is wijd uitgestrekt. En de belangrijkste zaal van Lodewijk. dat was eigenlijk hier zo aan de ja, achterkant van het paleis voor, ja, voorkant vanuit hier. Wanneer je op de tuinen keek, dat is eigenlijk die grote spiegelzaal. Die het bekendste is. Er zijn hele tuinen aangekleed met fonteinen, ontzettend duur om te maken. Beelden, noem maar op. Het is een ongelofelijke, decadente de bedoel, Verschrikkelijk veel geld tegenaan gegooid. Om het allemaal maar zo te maken. Een fontein in deze tijd is ook een ontzettend ingewikkeld iets om te doen. Uh, deels al paarden die moeten lopen om het aan te pompen. Maar hij heeft ook complete pompinslaatjes laten bouwen. Waar ongelooflijk veel soldaten bij gesneuveld zijn. Om het maar voor elkaar te krijgen. Zonder dat het er echt een volk iets aan heeft. Maar gewoon voor zijn eigen fonteintjes. Um, hier zien we hem. Het is een ongelooflijk bouwproject geweest om het maar voor elkaar te krijgen. Maar Lodewijk, ja, die hoeft zich daar ook niet schuldig aan te voelen. Hij is die absolute vorst. Hij moet dit gewoon kunnen doen. Um, hier die spiegelzaal eh, dit is de grote zaal van Versailles ja, dit is de plek waar je naar gaat kijken als je op bezoek gaat in Versailles, uh, de mooiste zaal misschien, eh, misschien als je er nou rondloopt ben je niet zo gullig om de indruk. maar je moet je voorstellen het is een ontzettend kostbaar project geweest om te maken, schilderingen op plafond kandelaren van kristal, overal beelden en natuurlijk die spiegels waar die zaal zo bekend om is, en die zaal komt ook bijvoorbeeld terug meerdere keren in de historie, wanneer bijvoorbeeld de Duitsers vangen, de Fransen verslaan in de Frans-Duitse oorlog van 1871 dus zeg maar 200 jaar naar waar we het nu over hebben, dan is dit ook de plek waar de Duitsers tevreden uitroepen om de Fransen te vernederen. Dus, dit is een stukje van de Franse identiteit dat door de geschiedenis heen wel blijft spelen. Nou, een ongelooflijk platte grond van over waar je kan kijken. Je kan hier een hele dag besteden alleen al met het lopen door de tuinen. Uh, mocht je ooit in de buurt zijn, trouwens, zeker de moeite waard van Is erg interessant om te zien uh, wanneer je dit soort dingen interessant vindt. Te... Ook al is de bouwstijl misschien helemaal jouw stijl. En je moet je dus voorstellen, als je als adellijke heer hier dus aankwam, dan werd je zo begroet door Lodewijk en zijn hele hofhouding. En daarmee zie je natuurlijk dat die, die glorie van de zonnekoning natuurlijk ongelooflijk is. Die, die man die staat daar omgeven door mensen. En het is dan ook natuurlijk heel moeilijk om het idee te krijgen dat deze man misschien niet deze positie verdient. Dit is de ultieme koning. En zo presenteert hij zichzelf ook. Het is trouwens voor Lodewijk ook veel meer dan alleen, uh, alleen maar laten zien. Hè. Lodewijk is ook iemand die ongelooflijk hard werkt. Hij is constant bezig met staatszaken. Hè. Ondanks dat hij dus in zijn jeugd bezig was met veroverfeesten. In zijn volwassen leven als koning. Is hij constant bezig met bestuur. Uh, als een maniak. Is hij daar per se heel erg goed in? Nee. Is de Franse staat echt een gruwelijk groot succes onder hem? Nee. Verkwatst hij heel erg veel geld. Waardoor uiteindelijk de Franse revolutie over honderd jaar kan uitbreken? Ja. Dus... Is Lodewijk per se een hele goede vorst? Nee, misschien niet. Maar is hij een hele machtige vorst? Ja. Wanneer je kijkt naar zijn moment in de geschiedenis, hoeveel macht een vorst kan hebben, dan is hij de absolute nummer één. Hij is de persoon die alle macht en alle touwtjes in de handen heeft. En dat maakt hem het voorbeeld van het absolutisme. En dat is uiteindelijk waar het vandaag om gaat. En dus als je iets moet hebben meegekregen op deze les: het absolutisme, dat streven van die vorst naar de absolute macht, dat is dit je man. Hij is je voorbeeld. En hij is niet alleen ons voorbeeld. Hij is ook het voorbeeld van alle andere Europese vorsten die, die naar Frankrijk keken en dachten, hé, hey, dat is relaxed, dat wil ik ook, ik wil ook zoveel macht. En daarmee eindigen we voor vandaag. Tot de volgende keer.